Er is een toename van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en jongvolwassenen geconstateerd. Deze groep is er één die extra bescherming behoeft. De Nationale Antidrugsraad, NAR, zet zich in om het gebruik van alcohol en drugs onder deze groepen te ontmoedigen. Een van de prioriteiten van de organisatie is om de voorlichting naar jongeren toe te intensiveren. De NAR heeft voor de komende periode een activiteitenplan opgesteld. Zo zal er aan dataverzameling worden gedaan en zullen risicogroepen verder worden geïdentificeerd. Het platform Beveiliging en Veiligheid Johan Adolf Pengel Luchthaven is in overleg getreden met president Santokki. Het platform dat vorig jaar werd geïnstalleerd heeft als doel de bevordering van een integrale aanpak van terrorismebestrijding, orde en veiligheid, criminaliteitsbestrijding en grensbewaking. Het platform heeft verder als doel ervoor te zorgen dat Suriname kan voldoen aan alle internationale veiligheidsprotocollen en standaarden op onze internationale luchthaven en omgeving. Ook is het de bedoeling om de samenwerking tussen de verschillende actoren verder te verbeteren. 27 jongeren, waaronder schoolgaande tienermoeders en vroege schoolverlaters in Komowijnen, hebben afgelopen maandag een aanvang gemaakt met een kosteloze computertraining. Deze training is aangeboden door het ministerie van AWJ, omdat ze erin gelooft dat computervaardigheden onmisbaar zijn in een economie die veel meer draait om informatietechnologie.